jaar. Vierde Maas in het jaar. Hier is het denk ik zo goed als beslist. Remco Jochems met 3x4. René Wegman met 2-3-3. Johan Manten met 3-2-2. En Sjoerd Visser scoorde louter eentjes. Heren, succes. Oké, daar zijn ze vertrokken. En dan is het natuurlijk opnieuw Sjoerd Visser met de kopstart. Op, doortrappen, oppakken, alles kan die man nog hoor. En dan ben je misschien wel een paar jaartjes ouder. Maar goed, hij fietst nog steeds hard en hij gaat nog steeds vooraan. En wie krijgt hij met zich mee? Opnieuw is dat Johan Manten. En die gaat dan ook gewoon beslag leggen op die tweede plek. We zien gewoon mooie sprongen van Sjoerd Visser. En ook René Wegman kan nog aansluiten op positie nummer 3. En dat betekent dat Remco Jochems dan op dit moment vierde ligt. Maar goed, de winst is in ieder geval binnen voor de Heineclub. Sjoerd Visser op de tweede plek, dus Johan Manten voor de Nijkerk. En op positie nummer 3 de IJsselcrosses met René Wegman. Race 15, de cruises van...